ik ben Steven Lepoeteren. Ik ben ondervoorzitter van wielercomité Eeklo. We zijn een grote recreatieve fietsclub in Eeklo. En we vinden het zeer belangrijk om met Sportclub Bougeren op wekelijkse basis in de zomermaanden te kunnen samenwerken. We hebben daar een aantal goede redenen voor, namelijk de doelstellingen van onze club in eerste instantie. Zijnde, wij vinden het belangrijk dat wij fietstochten kunnen organiseren, zowel voor clubleden, maar ook voor derden. Twee, wij vinden het belangrijk dat we mensen kunnen verenigen. En drie, een heel belangrijke doelstelling in onze club is om mensen samen te brengen en een aanbod op vlak van fietsen te gaan organiseren, ook voor goede doelen of voor mensen met kwetsbaarheden. Ik denk als je deze drie verschillende doelstellingen samenbrengt, dat we meteen een goede reden hebben om op wekelijkse basis met Sportclub Bougeren aan de slag te gaan. Nu, een tweede belangrijke reden waarom ik in onze club mee heb geijverd om deze activiteit tijdens de zomermaanden te kunnen doen, komt vanuit mijn rol als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Eeklose Sportraad. We vinden het namelijk belangrijk om voor Eeklose burger een zo breed mogelijk sportaanbod te kunnen genereren. En daarboven vinden we het ook belangrijk dat dit voor een zo breed mogelijke groep van mensen is. En daarbij zijn wij ons goed bewust van het feit dat ook voor mensen met een kwetsbaarheid, zij het een psychische, een lichamelijke of een sociale kwetsbaarheid, soms moeilijk is om de weg naar de reguliere sportclub te vinden. In die zin hopen we om vanuit onze wielerclub daar ook een bijdrage in te kunnen leveren.